Zoals we weten moet het Grand Theater helaas stoppen. Vanavond zal Simone Kleitsma het theaterseizoen afsluiten met haar theaterstuk Simone. Als je het seizoen afsluit, nou ja, dan weet je dat je over een paar maanden gaat de zaal gewoon weer open. En dan komen er weer allerlei andere leuke nieuwe voorstellingen hier staan. Maar als je echt afsluit met het idee, god, nou voorlopig komt er niemand meer. Dat is minder leuk natuurlijk. Maar goed, dan gaan we er iets extra moois van maken vanavond. Ja, want wat kunnen we verwachten straks? Ik speel mijn eigen programma, mijn soloprogramma, Simone, uitroepteken ze. En dat is een heel mooi intiem liedjesprogramma met allemaal liedjes die veel voor mij betekenen. En ik vertel hier en daar eens wat tussendoor over mijzelf en over mijn leven en over mensen. Het is een heel, ja, wat ik zeg, heel intiem. Mensen zijn als het ware een beetje bij mij op visite. Ja, de laatste avond is aangebroken. Bent u gespannen? Ja, ik vind het best spannend. Het is een hele volle bak, hè, zoals je dat noemt. Er zijn eigenlijk iets te veel mensen, komen we nu achter. We proberen alles op te lossen en dat gaat ook lukken hoor. Maar het is wel de laatste voorstelling van het Crown Theater. En ik ben heel erg blij dat Simone dat wil doen. En ik hoop ook dat ze een fantastische voorstelling gaat geven. Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. En misschien dat we toch in 2017 met al dit enthousiasme gebeuren. Dat we de mensen weer kunnen verleiden en sponsoren weer kunnen verleiden. Oh, we hebben aanvang. Ik moet gaan. Oh, ik moet naar voren. Nou, ga snel. Ik moet snel. Super gaan. Dat het zo druk is. Dankjewel. Ja, fijne avond. Ja, super leuk natuurlijk. Dat er zoveel mensen komen opdagen op de laatste avond. Jullie werken hier. Hoe jammer is het dat er straks geen werk meer is? Ja, heel erg jammer. Wij zijn gewoon een stuk van ons leven eigenlijk kwijt, hè? Ja, een stukje invulling. Ja. Wij vinden het erg leuk. Leuk publiek hier, mooie omgeving. Komt u hier graag? Ik kom hier graag, ja, maar ik ben ook vanavond voor de eerste keer. Dus ja, maar ik vind het erg leuk en ook heel erg jammer dat ze gaan stoppen. Dus ja. Het is wel een toevoeging voor Aalsmeer. Absoluut, zeker weten, ja. Want in Aalsmeer hebben we verder geen plaats waar zoiets kan gebeuren. Nee. Dus, en dat het stopt, dat is jammer. Ik hoop dat er sponsors gevonden worden en dat het dan door kan gaan. Ja, want nu moet je naar Amstelveen of Hoofddorp. Ja, dat is heel jammer. Ja, dat vind ik heel jammer, want ik vind het wel een toevoeging voor Aalsmeer, zo'n theater. Ja. Ja, komt u hier vaak? Het is de vijfde keer dit jaar. Dus het is een mooie zaal en het zou zonde zijn als het weg zou gaan. Hoopt u er wel op dat ze het weer opnieuw gaan openen? Ja, ik vind dat wel leuk vinden. Ja, heel leuk vinden. Een paar keer dat ik hier geweest ben met de voorstelling. Ja. Ja. Sponsoren, hè? Ja, laten we hopen dat ze het gaan vinden. Ja. Dat hoop ik wel, maar goed, dat moeten we helemaal op afwachten. Dus we moeten alles uit de kast halen, zodat het weer open kan. Ja, voor natuurlijk in eerste plaats de klanten, maar voor ons ook wel een beetje hoor. Ja, wij gaan het heel erg missen. De show gaat bijna beginnen. Helaas mogen we niet binnenfilmen, dus tot zo! Wauw, wat een stem en wat een leuke gezellige avond hadden wij samen met Simone Kleinsma. Hopelijk houdt Theater Crown alles uit de kast zodat ze snel weer open kunnen. En wij zullen er dan weer bij zijn.